Rondje Winterswijk op Oude Brommers. Film over de nieuwe N18. Met blijdschap geven wij kennis. Het ZSOM Regiojournaal. Beste kijkers, welkom bij het Regiojournaal van deze week. Met Scoot Matrix heeft Borculo er sinds kort een winkel bij op het gebied van revalidatiemiddelen. Het is een bedrijf gespecialiseerd in onderhoud, reparatie, verkoop en verhuur van nieuwe en gebruikte mobiliteitsmiddelen voor mensen met een beperking. In een hele nieuwe winkel. Klopt. Ik ben 17 april ben ik officieel open gegaan. En ik doe reparaties, onderhoud en verkoop van revalidatiemiddelen. Hoe lang zit u al in het vak? 15 jaar op dit moment. Ik heb eerst voor een baas gewerkt, die zat ook in de revalidatiemiddelen. En daar heb ik veel ervaring op gedaan. Ja, 15 jaar, dat lijkt me een behoorlijke rugzak. Ja, een behoorlijke rugzak, ja. Ja. En toen dacht ik van, ik ga voor mezelf werken. Ja, ik zag dat er hier in Borculo vrij veel animo was naar revalidatiemiddelen. En toen reed ik hier langs en stond dit pand te huur. En daar ben ik ongeveer 4 maanden mee bezig geweest van het begin tot het eind op te zetten. En vorige week heb ik showdagen gehad en er was veel belangstelling voor. U hebt ook een ergotherapeut ingeschakeld? Ja, als op een gegeven moment iets te moeilijk wordt, dat de klant te veel gebreken heeft, dan schakel ik haar in. En dan, die gaat dan kijken van, of er een passend middel voor haar bij zit. En u hebt er al wat verkocht? Ja. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Op een gegeven moment komt hier en die zegt ik zoek zo'n scootmobiel. Ja, dan gaan we eerst even kijken van wat de klant voor beperking heeft. En daar kijken we van, kunnen we op een gegeven moment daar een passend middel bij vinden. Nou, daarna gaan we er op een gegeven moment mee proefrijden. En dan kijk ik van, moet de ergotherapeut erbij komen of hoeft hij er niet bij te komen? Daarna op een gegeven moment, als de klant op een gegeven moment het een passend middel vindt, dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij klaargemaakt voor afleveren. Dan wordt er een afspraak gemaakt met de klant wanneer die wordt afgeleverd. En daarna wordt er op een gegeven moment een rijles gegeven om de mensen veilig te laten op de weg eigenlijk. Dat ze gewoon veilig kunnen oversteken, dat ze naar de winkel heen kunnen en die dingen. Eigenaar Roy Boom levert scootmobiels, driewielers, duofietsen, rolstoelen, rollators en lage instapfietsen van diverse merken. In zijn werkplaats heeft hij alle ruimte voor reparatie en na sluitingstijd van de winkel komt hij ook aan huis om te repareren. Een ergotherapeut probeert de mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. En dat is eigenlijk op het gebied van alles. Dus het wassen en aankleden, het buitenvervoer, het binnenvervoer. Dus ook dat je goed veilig kan lopen zonder te vallen. En dan proberen we dat door middel van hulpmiddelen, maar in eerste instantie zonder hulpmiddelen. Dus in eerste instantie proberen we te kijken van wat kunnen de mensen nog, wat lukt wel en wat lukt niet. En de dingen die niet lukken gaan we kijken of we dat kunnen verbeteren of oplossen. Ja. En die woont hier tegenover? Ja. Dus, heb je u zelf aangemeld of was er al een samenwerking met jullie? Nee, er was nog geen samenwerking. Toen wij zagen dat het pand hier bezet werd door Scoot Matrix, zijn we eigenlijk naar binnen gelopen. Stoute schoenen aangetrokken. En zo van, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ja. En zo is de samenwerking ontstaan. Ja. Geweldig toch? Ja, voor beide partijen een goede aanwinst, zeg maar. Ja. En nou krijg je een klant die
ja, eigenlijk geen kant op dan je toch iets wil? In eerste instantie, bijvoorbeeld iemand met Parkinson en mensen hebben vaak al iets zelf op het oog. Bijvoorbeeld een scootmobiel, maar mensen met Parkinson reageren vaak wat vertraagd, waardoor het remmen vaak niet goed gaat. Als de mogelijkheid er is, probeer ik het echt uit met de cliënt. En dan gaan ze kijken van, oh ja, het klopt, het past inderdaad niet bij me. En hier kan ik dus een ander hulpmiddel pakken en gaan we proberen of een driewielfiets dan bijvoorbeeld een goede oplossing is. En dat uitproberen is toch wel het middel om mensen te laten ervaren wat het beste bij hun past. Ja. Dat is dus hier al wel makkelijk, maar dat is toch nog vrij kort. Ja. De resultaten, kun je die al zien? Ik merk het al wel, want het is nu heel makkelijk om te zeggen van kom, we spreken even daar af. En voorheen moest je naar grotere leveranciers, waardoor dat moeilijk was. Of je moet naar een andere cliënt waarvan je weet dat die ook een hulpmiddel heeft. Maar dan kan je er maar één uitproberen en kijken of dat werkt. Dus dat is, dit is veel makkelijker en logischer voor de cliënt ook. En keuze genoeg. En keuze genoeg, ja. Afgelopen zaterdag werd voor de 7e keer rondje Winterswijk gereden. Een toertocht voor oldtimer bromfietsen van voor 1986. De tocht begon bij Motorhotel Meadow aan de Goorweg in Meadow. Er waren bromfietsen te zien van allerlei merken. Vele waren 40 jaar en ouder, maar zagen er nog als nieuw uit. Al deze bromfietsen behoren inmiddels tot het mobiele erfgoed. Een stel bromfietsvrienden en die gingen een tocht maken naar Oslo op bromfietsen. En om dat uit te proberen, wouden ze een lange route maken. Dus dan hebben wij hier in de omgeving een lange route uitgezegd, 180 kilometer op één dag. We hebben met een man of 30 gereden en dat was zo'n gigantisch succes. Dat was zo leuk om te doen. Dat we dat dus jaarlijks zijn gaan doen. Dit jaar is de 7e keer en nou eigenlijk specifiek rondom Winterswijk. Omdat de omgeving van Winterswijk is zo gigantisch mooi. Je hebt bossen, je hebt hele vlakke stukken, je hebt een beetje heuvels, de terpen. Het is gewoon een schitterende omgeving. Dus vandaar een rondje Winterswijk. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, meneer. Van het goede leven. Ja, oké. Okay. Smaakt het? Ja, lekker. Ja. Oké. Okay. Hoe was de tocht? Tot nu toe prima. Ja. Goed weer. Ja, dat is zonder meer. Heel goed georganiseerd. Ja. En geen pech gehad nog? Nee, niet dat ik weet. Hebt u hem al eerder gereden? Ja, vorig jaar ook. Oh ja. Ik niet, ik heb voor de eerste keer hier. Ik reed voor de eerste keer. Ja. En? Hoe bevalt dat? Mooie rit. Ja. Alleen af en toe de binnenweg en zo, dan moet je een beetje oppassen. Ja. Ik doe mee aan het rondje Winterswijk. Dat is, ik denk, de vierde of vijfde keer dat ik meerij. Ja. En iedere keer weer een ontdekking hier in de Achterhoek? Ja, het is, komt toch elke keer wel weer op een andere plek terecht waar je nog nooit geweest bent. En, ja, het is een mooie omgeving hier, zonder meer. Ongeveer 100 bromfietsliefhebbers, afkomstig uit heel Nederland, reden mee en maakten een prachtige tocht van zo'n 80 kilometer door de Achterhoek. Brouwerij Brouwers Nus in de voormalige Villa Adriana aan de Eibergseweg in Groenlo heeft zijn deuren geopend. Er kan bier worden geproefd vanaf het terras naast de villa. Villa Adriana was meerdere generaties
het woonhuis van een bekende brouwersfamilie uit Groenlo. Hier is het vroeger ooit allemaal begonnen. Brouwersnus gaat nu deze bierige geschiedenis voortzetten en uitbouwen, maar wel op zijn eigen wijze, met kleinschalige, ambachtelijke kraftbieren. De villa is omgebouwd tot proeflokaal. De tuin is een openbaar brouwerspark met aan de gracht een brouwershaven met fluisterbootjes. De brouwerij kan nog niet bezichtigd worden. Daar worden de komende weken de laatste puntjes op de i gezet. De officiële opening volgt later dit jaar. Na ongeveer 40 jaar voorbereiding en enkele jaren van werkzaamheden is de nieuwe N18 op 2 mei opgeleverd. Na een halve eeuw kibbelen en actievoeren is de Achterhoek ontsloten. Het heeft offers gekost. Gedwongen verhuizing van zo'n 80 gezinnen. Maar hij ligt er. De nieuwe N18 Twente-route. Een weg die veiliger is. Een weg die de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo vergroot. En past in het mooie landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. Dankzij deze weg komen Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B. En is de regio interessant om in te wonen, te werken en te ondernemen. Dank aan iedereen die deze weg en deze film mogelijk heeft gemaakt. Een groep filmmakers raakte geïntegreerd en stak meer dan 500 uur in een film over de totstandkoming van het traject. We rijden met z'n allen over duizenden kilometers autoweg. Maar hoe dat tot stand komt en wat het allemaal voor gevolgen heeft, dat weet eigenlijk niemand. In ruim 2 uur nemen de filmmakers de kijker mee in de ontwikkeling van de N18. Een weg waarvan iedereen vond dat die er moest komen. Maar niemand wilde hem voor de eigen deur hebben. Schitterend, mooi opgezet. Goed in elkaar gezet, commentaar goed, muziek goed, maar spannende muziek. En u bent een beetje van het verkeer, dus er staat u wel een beetje aan. Ja, ik vind het wel heel erg mooi gefilmd, mooi in elkaar gezet. Gewoon goede documentaire om hoe de film ontstaan is, hoe de weg ontstaan is. Ik vind het heel mooi opgezet, ja. Je bent al heel lang in Groenlo? Nu al 15 jaar ben ik weg. Woon in Enschede. En je komt in Enschede om toch even terug te kijken van hoe het in Groenlo veranderd is? Ik ben nu in de echte stad. Dat is een mooie film over de nieuwe weg. Dus ik kom even kijken en vanavond een pilsje drinken natuurlijk. En nog even zien hoe het vroeger was? Ja, even zien, ja. We zeggen collega's van u, en er zullen er nog meer zijn die bij de grootswerken hier in Groenlo wonen. Ja. Hoe ervaren die de nieuwe route? Iedereen is heel enthousiast. Ja. Het begin toen de Gros dus uit Groenlo vertrokken was het A. huilen en B. een langere reis tussen de middag niet meer naar huis doen. Ja, die periode zijn al voorbij. Maar nu is iedereen heel blij dat ze snel en heel fijn naar het werk kunnen rijden. De film was deze maand in verschillende plaatsen langs de N18 te zien. Volgende week vrijdag 8 juni draait hij nog in de dorpsaccommodatie in Rietmolen. Aanvang 8 uur 's avonds. Een promotieteam van de Twentse stad Enschede was vorige week in Winterswijk om mensen naar Enschede te lokken. Dit tot woede van de Winterswijkse middenstand. Na al deze commotie heeft Ristorante Villaggio in Winterswijk een nieuw gerecht op de kaart staan. Menu Enschede. U hebt een ludieke actie uitgevoerd met betrekking tot de reclame die Enschede hier maakte voor Enschede. Ja. Hoe kwam u op dat idee? Nou, we kwamen op het idee eigenlijk ons dorp te beschermen. Voor zo'n grote stad zoals Enschede heeft niks te zoeken bij ons dorp. En toen dachten we, nou, hoe kunnen we hen terugpakken? Nou, Enschede, FC Enschede zeg maar, is momenteel op Jupiler League. Nou, toen dachten we, doen we even 2 biertjes erbij. En dan gunnen we hun 2 seizoenen. En dat was eigenlijk de bedoeling voor 2 seizoenen. 2 biertjes en de kleuren van Enschede, rood-wit. Toen dacht ik, nou, het is wel een mooie actie. En dat was de bedoeling eigenlijk, een beetje terug te pakken. En wordt er veel besteld, dat menu?
Ja, behoorlijk veel. Dat gaat echt als een lopende band. En daar zijn we blij mee, eerlijk gezegd. En wat zit er eigenlijk op? Er zit eigenlijk een tomaat. De tomaatkaas, dat is gewoon standaard bij een pizza wat erin zit. En dan hebben wij gewoon een tomaat gebruikt voor de rode kleur van Enschede. En mozzarella. Mozzarella is Italiaanse kaas. Een vet. En dan doen we gewoon erop en dan zo. En dan hebben we een soort smiley gedaan. Met lachend. Zeg maar, zo lachend gezegd. Dan zie je twee ogen. Een champignon hebben we daar neergezet als nus. En dat was eigenlijk de gezicht van Enschede. En dan krijgen ze gratis biertje erbij? Ja, dan krijgen ze twee stukjes krijgen ze gratis bij. Dus twee biertjes voor twee seizoenen. Dus dat is tweede plaats voor komend jaar voor Twente. Voor tweede. Is ook de bedoeling. Ja. En dan Winterswijk op de eerste plaats. Ja, graag zelfs. En dan zijn we ook de eerste plaats. We zijn er op nummer 1. En eerlijk gezegd, we zijn Enschede ook dankbaar voor die fratsen die ze hier hebben uitgehaald. Waarom? Als wij, onze dorp, Winterswijk, had zoveel investeringen gedaan in de reclames om ons zo goed op de kaart te brengen, had ons misschien wel een paar ton gekost. Dus Enschede heeft ons dat gespaard. Dankjewel, Enschede. Het gerecht is natuurlijk een grapje. Maar mensen weglokken uit Winterswijk, dat gaat zomaar niet. De restauranthouder kon het niet laten om met een ludieke tegenactie te komen. In het Goolse Dierenpark, mooi gelegen aan de Halve Maanweg aan de gracht, werd men vorige week woensdag vroeg in de ochtend verblijd met de geboorte van een klein ezeltje. Sinds 28 april was eigenlijk de eerste datum waar we gepland aan dat hij geboren zou worden. Maar helaas, het is een maand overheen gegaan. We zijn nu aan 24 mei. 25. En vanmorgen om 6 uur is hij geboren en het is een merrieveul. We zijn er weer heel blij mee, dus het dierenpark zeer content ermee. En we hopen dat we gezond krijgen en dan ook nog lang mogen helpen. Ja, en heb je er nog weer een hele nacht bij gewaakt? Nee, vanmorgen om 6 uur kwam ik hier en toen was hij er al. Dus gisteravond om 10 uur heb ik nog gevoerd, stro erin gedaan en toen kon je wel zien aan de ezel dat het niet zo heel lang meer zou duren. Zonder complicaties? Ja, nee, helemaal perfect. Na geboorte, alles is eraf, dus het is helemaal... Hij drinkt ook al met de moeder, kijk. Kunnen we zelf mooi zien. Het is helemaal perfect. Nou, geweldig. Ja. Nou, ik felicitatie waard. Ja, dank je. Een geboortekaartje zullen we niet krijgen. Nee, wij krijgen een uitnodiging straks met krampschudden is dat nog. En, precies, daarom weet ik het niet exact. Maar daar komt nog een stukje van in de kant. En met het mooie weer mochten moeder en dochter ook al de wei in. Beste kijkers, dit was het journaal van deze week. We hopen dat u ervan genoten heeft en graag tot de volgende keer.